Op de Broekdijk Nuenen zijn zondagavond omstreeks 11:30 twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Een man van 83 uit Nuenen raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder van de andere auto, een 44-jarige man uit Zonnebreugel, kwam in de sloot terecht. Bij aankomst van de hulpdiensten was hij verdwenen. Later bleek dat hij door toegesnelde familieleden of vrienden al naar het ziekenhuis was gebracht. Daar hield de politie hem vervolgens aan. De politie onderzoekt het ongeval en is nog op zoek naar getuigen.